Dag broer, ongelooflijk dat iemand die komt van waar dat jij komt, die in zijn jeugd zo weinig liefde heeft gekregen, zoveel liefde en aandacht aan hen kan geven. Voor onze Michel. Félicitations, parents! J'habitais en Wallonie, dans un petit village, et Michel, je l'ai rencontré, il connaissait mon frère, c'était un de ses meilleurs amis, on naviguait ensemble, et il m'a vu sur une photo, un poster que mon frère avait dans sa cabine, et il est tombé amoureux de moi. Et on s'est rencontrés quand il est venu chez mon frère, ça fait 33 ans. Michel a commencé chez les City Pirates à entraîner les gardiens de but, les petits gardiens, notre fils jouait ici. Et alors, bon, comme ils avaient des problèmes financiers, tout, l'organisation. Et Michel, petit à petit, il s'est mêlé, et puis il a commencé le projet. Ik herinner me nog dat ik als sponsor hier was, maar ik had toen niet zoveel tijd om mij bezig te houden met de club. En eigenlijk was het op een gegeven moment een beetje een puinhoop geworden. En dan plots werd ik geïntroduceerd met Michel, die, als ik me goed herinner, hier toen keepertrainer was. En ja, vanaf dag 1 dat ik die mensen heb leren kennen, is deze club ja, onafgebroken blijven groeien. Ik was uitgenodigd op een vergadering in verband met jeugdvoetbal in Antwerpen. En ik had duidelijk door dat ik op de verkeerde vergadering zat. Ik heb daar Michel leren kennen en dadelijk na de meeting heb ik aan Michel gezegd, wij gaan elkaar terugzien. Ik was zo gepassioneerd door zijn verhaal, de authenticiteit van zijn verhaal, dat ik hem de daaropvolgende dag gecontacteerd heb. Voilà. En het resultaat daarvan is dat ik mij geëngageerd heb in de City Pirates en dat ik nu voorzitter ben van de stichting. Omwille van de figuur van Michel. Vroeger was het vooral het kunnen shotten en zo hoog mogelijk. Nu is het met Michel, alle man mag bij ons voetballen. Jong, oud, niet voetballen, geen ploegen, veteranen, alles heb je. En het sociale is heel belangrijk. Veel belangrijker dan het sportieve. Michel is voor ons onmisbaar voor de club, omdat hij het hart is van de club. Hij is de kapitein van de club. Hij zorgt voor een passie en een gedrevenheid bij zijn medewerkers dat onvervangbaar is. En denk ik, dat is voor ons alle vier spreek, dat we heel trots zijn dat we naast zo iemand hebben mogen werken. En nog werken, omdat dat iets is wat dat ons, ik denk, alle vier de kracht geeft om elke dag daarmee bezig te zijn. Het sportieve verhaal en het sociale project dat loopt eigenlijk hand in hand. Ik denk dat we als spelers van de eerste ploeg verplicht zijn om in het weekend topprestaties te leveren. Maar ook naast het veld is het de bedoeling dat we voor de jeugdspelers talrijke dingen organiseren. Dat maakt voor die jeugdspelers het voetbal aantrekkelijk. En ik denk dat wij daar absoluut een rol in hebben om die jongens graag te laten voetballen. Ik zelf speel hier al van de premium. Vroeger was dat gewoon komen shotten en naar huis gaan.
Maar nu niet meer. Nu leeft dat echt. Alles wat er alles rond, het sociaal, het sportieve, verschillende gemeenschappen bijeen. Dus dat is allemaal gebeurd sinds de komst van Michel. Hij heeft eigenlijk Pirate op de kaart gezet. Ik denk dat Michel sinds 10 jaar hier heel veel heeft veranderd. En ik vind Michel ook gewoon een hele warme persoon. En iemand die heel veel kansen biedt. En eigenlijk jongeren, ongeacht hun afkomst, de kansen geeft. Zowel op voetbalvlak als op andere vlakken om zichzelf te kunnen ontplooien. En fait, mon bac a cette chute vidéo. Het uitbrengen deze liedje. Ja, man. Ik zie het al. Je vois, hoe ben je dan? You know. Ik ga deze liedje gewoon uitbrengen. You know. We hadden gewoon een droom om een plek te geven voor de jongeren. En die plek hadden wij zelf nodig toen wij jonger waren. Ik zeker. Ik ben een van de jongeren die zijn pad. Ik ben op een verkeerde pad beland. Ik had niet de juiste begeleiding en dat is wat we eigenlijk wilden doen voor linkerover. A lot of things, but I need some money for my moms and the fam that I got. Man, I do this rap thing for the fam online. I can't forget about the fam on the block. The ones I never told on young when he was selling the rock. Now it's different, I'm trying to sign a deal with the rock. I'm everything these niggas ain't, some believe it or not. We hadden een visie, we zijn overal geweest en we hebben veel nee's gekregen. Uiteindelijk zijn we bij City Pirates terechtgekomen. En ja, hebben wij Michel leren kennen. Eerste keer dat ik Michel zag in mijn leven, ik kende die gast niet. En wij zijn gewoon naar hem toegestapt van, witte, wij hebben deze als visie, wat denkt u ervan? En het mooie eraan was dat Michel gewoon ineens mee was. Hij zei, witte wat, dat is eigenlijk een dope initiatief. Laten we dit doen. Op een weg te jullie. Now let's talk, wisdom listen. Yeah. I tell these young rappers, listen. Hold up. Don't talk about it, be about it. Everything to rap about, I'm really about it. Yeah. Michel is iemand die opportuniteiten geeft aan jongeren. Als Michel in u gelooft en jij komt met iets deftig, die ga je in u geloven. En hij houdt van authentiek. Je moet gewoon authentiek zijn, man. Het sociaal werk bij City Pirates is eigenlijk heel divers. Dat gaat van huisbezoeken tot huiswerkbegeleiding tot gewoon het laagdrempelige contact eigenlijk met de jongeren die je hebt. Het basisidee is eigenlijk dat jongeren hier graag zijn en dat het een soort van tweede huis voor de jongeren is. En vanuit daaruit vertrekken we eigenlijk richting het sociale. Sportieven is voor ons de manier waarop wij jongeren bereiken, ouders bereiken. Contact kunnen hebben met scholen en echt kunnen indringen tot de jongeren. Michel is meer dan een kapitein, meer dan een voorzitter. Dat is eigenlijk meer een vaderfiguur die echt over al zijn leden, ik zou dan zeggen, al zijn kinderen echt waakt. Ik denk dat Michel vooral een man is met de hart op de juiste plaats. En dat hij eigenlijk zich zorgen maakt rond het welzijn van elk kind in het Antwerpse. Michel is iemand die al tientallen jaar in Antwerpen bezig is om via voetbal een verschil te maken. Stap voor stap heeft hij dat einddoel verwezenlijkt en is hij nog verder ermee bezig. Maar hij is nooit iemand die daar erkenning voor opeist ofzo. Dus ik denk dat het heel passend is dat buiten zijn wil om dat deze burgerschapsprijs naar aan hem wordt toegeschonken. Omdat dat ook wel iets is wat hij zeker verdient. Het is niet iemand die op zijn borst klopt en in alle mediakanalen wil komen, maar het is wel iemand die verdient om zijn stem te laten horen. En ik hoop dat via deze prijs dat wat hij te zeggen heeft, wat heel belangrijk is voor City Pirates, maar ook voor de stad Antwerpen, maar ook gewoon voor de bredere samenleving in Vlaanderen, in België, in Europa, dat hij wel iets heeft, iemand is die iets te zeggen heeft, waar we best naar kunnen luisteren.